Gisteravond werd er in Groningen een zeer belangrijke wedstrijd gespeeld in de Eredivisie basketbal. VGNN Donar stond er tegenover Canadiens uit Amsterdam. De ploeg die het tot nu toe in de Eredivisie zonder shirtsponsor had moeten stellen, maar die vanaf nu ook zeer waarschijnlijk kan rekenen op een 3-jarig contract met diezelfde sponsor. Waarom die wedstrijd zo belangrijk en bovendien ook zeer spectaculair was, hoort u van Andy Houtkamp. Een redelijk gevulde Martini Hall in Groningen voor de, zeker voor de thuisclub, zeer belangrijke wedstrijd. Want dit weekend is de splitsing in de Eredivisie basketbal. Bovenste 6, onderste 6. En als we naar de stand kijken, zien we dat als Donar wint, zij zeker zijn van de bovenste 6. Maar als ze verliezen en computerij Meppel wint, dan plaatst Meppel zich bij de bovenste 6. Spanning genoeg dus. En laten we eens kijken naar de startende 5. Bij Canadiens Amsterdam, Henk McNack, guard. Goeie basketballer, Doug Spradley, Amerikaan. Arthur Jackson, ook een Amerikaan. LJ Pipkin, genaturaliseerde Amerikaan. En Martin Esaias, 2 meter lang. Coach bij Canadiens is Edwin van der Hart. De startende 5 van VGNN. Donar uit Groningen. Peter Koning, de nummer 7, 2 meter 11 lang. Frank Ardon, spelmaker, guard dus, 1 meter 90. Harry Kuiper, nummer 12. En Amerikaan Bernard Day, hele goede basketballer. En last but not least, Tony Oglesby, ook een Amerikaan, vorig jaar nog spelend in Noorwegen. Coach bij VGNN Donar is Jan-Willem Jansen. Na een ruststand van 47-35 beginnen we aan de tweede helft. Met meteen balbezit en een goede score waarschijnlijk van Spradley. 47-37, scoren van Doug Spradley. En de bonus, want Peter Koning maakte zijn derde persoonlijke fout. Bonus benut door Doug Spradley, 47-38. 9 punten verschil nog tussen Donar en Canadiens. Kuiper. De Haas. Ardon. Ed de Haas. Draaien en scoren. En een goede score van Ed de Haas. 68-63. Henk McNack in beeld. De spelverdeler van Canadiens. Zijn ploeg staat 5 punten achter tegen Groningen. In een wedstrijd die nog lang niet gespeeld is. Nog 7,5 minuten gaan. Edo de Vries, 68-65. Nog 1,5 minuut te gaan. 84 Donar, 81 Canadiens Amsterdam. Frank Ardon met Henk McNack tegenover zich. Canadiens in de laatste minuut. Henk McNack laat een paar mensen voorbij vliegen, scoort dan niet, pakt wel de rebound en dan in tweede instantie scoort hij wel. 84-83, Henk McNack. 1 punt verschil, nog 50 seconden op de klok. Harry Kuiper bijna de bal kwijt, hele belangrijke laatste minuut voor VGNN Donar. 84-83, 1 punt voorsprong en balbezit. Frank Ardon. En dan de persoonlijke fout van Henk McNack. Misschien wel de doodsklap voor Canadiens. One, two, three. Defense. Rebound. Everybody box out. Ardon. 1-1. Als de eerste mis is, gaat het spel verder. De eerste is raak. 85-83. Enorm veel spanning in de evenementenhal in Groningen. 85-83. Vrijworp. Frank Ardon. En ook hier is raak, het verschil is 3, 86-83 tegen NNN, Donar, zelfs een NTV. Dan is die fullcourt press zo goed geweest dat Martin Esaias
geen man kon vinden om die bal aan af te geven. Kijk, daar staat hij. En Zayas kan de bal niet kwijt. Hij raakt hem hier dan aan achter de lijn volgens scheidsrechter Wetsers. Balbezit Donar. Dan weer nog een vreemde beslissing. Hiervan scheidsrechter De Jager. Waar Jan-Willem Jansen zich heel boos om maakt. Want de balbezit is nu weer voor Canadiens. Martin Esaias naar Henk McNeck. Nog een halve minuut. 30 seconden. 86 tegen in Groningen. 83 Canadiens Amsterdam. Esaias voor een driepunter. Had de gelijkmaker kunnen zijn. Die heeft de rebound. Bernard Day. Wat een rare bal. Wat een ontzettend vreemde bal. Helemaal niet nodig. Met nog 14 seconden op de klok gooit hij de bal zomaar naar buiten. Bernard Day. En Jan-Willem Jansen vraagt een time-out. De coach van Groningen. Listen. And because I told you guys you had to wait for 20, 25 seconds. Yeah? No. They gave us another shot. That's fine. But the only thing we do now is we don't run it for Doug Spratly. We run it for Doug. For Art. Okay? Yeah. 86 Donar, 83 Canadiens. Nog 14 seconden op de klok. Een driepunter is het enige wat Canadiens nog dichtbij kan brengen. Naast zij kan brengen. En die moet dan of van Spratly of van Jackson afkomen. Omenet. Maar ze krijgen Spratly niet vrij. Dus Omenet schiet zelf en hij schiet raak. Ongelooflijk. In het eindsignaal scoort Glenn Omenet de gelijkmaker. En we gaan gewoon verlengen. Daar is Omenet. Het zoeken is naar Spratly. Bijna onmogelijk dat schot. Maar hij is raak. 86-86. Gelijke stand. En we gaan gewoon verlengen. De verlenging. 5 minuten zuivere speeltijd. Glenn Omenet pakt de bal en geeft hem aan Henk McNeck. Ongelooflijk, wat een wedstrijd. 86-86. Prachtige paas. En ook weer doorgepaast. 86-88. Voor de eerste keer voorsprong voor de Canadiens. Twee prachtige pases van de Amerikanen. Bradley en Jackson naar Martin Esaias. En het had toch het avondje van Donar moeten worden. Plaatsen bij de eerste zes. Zonder problemen had dat moeten gaan. Maar hoe anders ziet het er nu uit? Frank Cardon. Mist. Rebound. Martin Esaias. Henk McNeck. En het wordt doodstil in die evenementhal. Jackson. Goed geblokt. En dan is het Doug Spratly die net boven Bernard Day uitscoort. Terwijl Jackson niet op de grond ligt, maar wel Doug Spratly. Hier die fast break. Jackson gaat omhoog. Wordt geblokt door de Haas en Day. En dan landt Bernard Day op het hoofd en de nek van Doug Spratly. Bedrukte gezichten bij de Groningers. Bernard Day binnen 2 vrije worpen, 89-92. Canadiens 3 punten voor. Spratly met Bernard Day tegenover zich. Omanet. Arthur Jackson. Doug Spratly. Prachtige paas weer en goed verdedigd door Bernard Day. En meteen de snelle break. Frank Cardon wacht op Spratly en scoort. 91-92. Hou het bij één verlenging of gaan we gewoon nog een x aantal minuten door. Spratly, nog 41 seconden. Een balbezit voor Donar. Spratly gaat het verhaal halen. Donar. Misschien wel de laatste kans in de wedstrijd. Clemens Blom met nog een half minuut te gaan. 35 seconden. Blom via het bord. En het is weer gelijk. En er wordt een fout gegeven. Heel belangrijk dit moment. Want de score is van Clemens Blom. En scheidsrechter Wetsels geeft de persoonlijke fout aan Martin Esaias. De
betekent dat er ook nog vrije worpen gaan komen. Laten we kijken wat er gebeurt. Dit is Clemens Blom. Blom gaat omhoog. In de rebound, twee mensen die tegen elkaar opspringen. En de Haas. En Martin Isaias. Zeer zware stap. Vrije worpen voor Ette Haas. 98 gelijk en eerste zwaar. Het publiek is weer wakker in Groningen. Opvallend dat als de ploeg achter staat, dan hoor je ze niet. Maar zo gauw ze ook maar even voorstaan, dan is ze weer helemaal aanwezig. 1500 man en vrouw in getal. Tweede vrije worp van de Haas ook raak. 100ste punt voor Donar. 198. Nog precies 30 seconden in de wedstrijd. Henk McNeck. Een bijna zeker lijkende voorsprong weggegeven. Eerder in de wedstrijd door Donar. En in de verlenging door Canadiens. Maar wat is zeker in het basketbal? Hoekshot. Gaat mis. Balbezit Oglesby. Hard vechten daar. Dan doen de scheidsrechters niets. Terwijl er nu wel persoonlijke fouten werden gemaakt. En rustig uitspelen. Het is gebeurd. Donar plaatst zich bij de elite 6. Wat een rotwoord is dat. Door een fraaie overwinning, 198. Jan-Willem Jansen kijkt naar Frank Cardon, een van de uitblinkers in de wedstrijd voor Vegin en Donar. Met nog 1 seconde op het bord scoort hij 101-98. Voor de statistieken gaat hij ook de tweede nog hopelijk voor hem raak schieten. En dat is het geval. 102-98, er kan niets meer verkeerd gaan voor Donar. Ze halen de elite 6, oftewel de bovenste 6, maar zijn door een ware hel gegaan. En dat allemaal dankzij het fantastische spel van de Canadiens, die geknokt hebben voor wat ze waard waren en hun sportieve plicht uitstekend verricht hebben. De uitslagen van dit weekend opmerkelijk: de winst van Dakplan Goba op KBS Orka's en de winst van Computerij Meppel op Bestmeet Haarlem. Mochten Meppelaren echter niet meer baten door die winst van Donar. De eindstand dan, na de eerste helft van de competitie. De bovenste 6 ploegen vormen nu de elite A-groep. Zij spelen onderling een competitie. En datzelfde geldt voor de elite B-groep, de tweede 6. Na die competitieronde gaan de bovenste 2 ploegen van de B-groep verder met de A-groep voor de volgende ronde van de play-offs. En daarna zullen er weer splitsingen optreden. Maar daarvan houden we u in het verloop van onze uitzendingen op de hoogte.